Door luchtvervuiling zijn er jaarlijks 13.000 doden. 13.000 doden in België enkel en alleen door luchtvervuiling. Ik denk dat we dat dus echt wel moeten aanpakken. En ik heb het net gezegd, transport is daar een van de grote oorzaken. Transport op fossiele brandstoffen. Dus we zullen moeten evolueren naar emissieloos. Dat betekent dat je veel sneller die waterstof- of elektrische bussen gaat moeten gaan bestellen. We hebben nu afgesproken om vanaf 2019 geen dieselbussen meer te bestellen bij de lijn. Maar we zouden een stapje verder willen gaan en bij een volgende bestelling al veel meer elektrische bussen bestellen. Nu zijn er bijvoorbeeld in Brugge nog maar 3 elektrische bussen die daar rondrijden. 5 waterstofbussen in Antwerpen. En er zijn 7 extra elektrische bussen besteld voor Gent en Leuven. Ja. Dat is peanuts. Als je ziet dat bijvoorbeeld Nederland bij VDL, dat is een Vlaams bedrijf dat bussen produceert, dat bussen maakt, 192 elektrische bussen heeft besteld. Dat Duitsland bij Van Hool, een andere grote Vlaamse busbouwer, 40 waterstofbussen heeft besteld. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.